Aanstaande vrijdag 15 juni vindt er de Steinerbos Iron Kids Triathlon Duathlon plaats. Om kinderen te interesseren voor deze sport werd op de openbare school De Maaskei in Stein een heuse triathlon clinic georganiseerd. Waarom worden deze triathlon clinics gehouden voor de kinderen? Nou, er zijn heel veel wedstrijden hier in de omgeving, heel veel triathlon wedstrijden. En eigenlijk in al die gemeenten worden deze clinics gegeven. En dat is eigenlijk ter promotie van de triathlon sport. Het is toch vaak een onbekende sport, vooral onder de jeugd. Ik begin mijn clinics altijd met de vraag, wie weet wat triathlon is? Nou, dat weten nog geen 10% van de klasse. Wat valt je het meest op als je deze clinic geeft voor de kinderen? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, toch altijd. Ja, je haalt de sporters, de kids die heel veel sporten, die er heel makkelijk al tussenuit. Wat doe je voor sport? Alleen rennen en fietsen. Ik doe voetbal rennen. Ik doe zwemmen 2 keer in de week en ik doe karten. Wat voor oefeningen hebben jullie gedaan vanochtend? We hebben eerst op de fiets gingen we zo. Eén hand op het stuur, één hand op het zadel. We moesten rennen. En we moesten hier fietsen en dan daar afstappen. En we hebben net nog een wedstrijdje met de Rundmeijer. Heb je gewonnen? 2 keer. Met Nora 1 keer, dat vind ik zielig. Ja, ik krijg ze nu een box van Lieke. Hoeveel kinderen doen er mee aan de kindertriathlon hier in Stein? In Stein? De laatste getal dat ik hoorde is 137. En dat is echt een heel hoog getal. En al helemaal voor een Nederlandse kinderwedstrijd. Dan zie je toch vaak 20, 30 kinderen. Dus hier in Stein hebben ze flink aan de promotie gewerkt. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Doe je wel mee met de triathlon? Nee, niet dit jaar. Ik heb wel een paar jaar geleden meegedaan. Als we dit jaar even niet doen, dan gaan we volgend jaar extra overpowered. Nee. Doe je aanstaande vrijdag mee met de kindertriathlon? Ja. Wat vind je daar zo leuk aan? Het fietsen en het zwemmen. Ga je om te winnen of gewoon om lekker te sporten? Lekker om te sporten. Je hebt wel een chique fiets. Ja, die heb ik van mijn neef gekregen. En die ga je vrijdag gebruiken? Ja. Hoe bepaal je de belasting voor de kinderen in een kindertriathlon? In een kindertriathlon? Ja, dat is een hele lastige inderdaad. Nou kijk, het is altijd, de leeftijden hebben altijd verschillende afstanden. Dus hoe jonger een kind is, hoe korter ook de afstanden zijn. Ja, er zijn richtlijnen vanuit de Triathlonbond voor opgesteld. En die zullen ongetwijfeld redenen voor hebben waarom een bepaalde leeftijd die afstanden heeft. En waarom een oudere leeftijd weer andere afstanden heeft. Maar wat daar precies de theorie achter zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar op zich, een wedstrijd duurt soms maar, vooral voor de jongsten, duurt maar 2-3 minuten. Dus stel je een voetbalwedstrijd, duurt dan voor die kids misschien een half uur. Dus, triathlon wordt vaak gezien als een hele belastende sport, maar stiekem valt het eigenlijk ook wel heel erg mee. Ik vind het ook leuk wat we hebben gedaan en we hebben ook allemaal technieken geleerd en nu kunnen we veiliger fietsen. Mocht je aankomende vrijdag nog zin hebben in een leuke triathlon, hier in Stein is er nog een wedstrijd van voor alle leeftijden tussen de 4 en de 15 jaar. Inschrijven kan tot aankomende woensdag. Volgende week is er ook nog een mooie wedstrijd, een run-bike-run in Maastricht. Dus als je nu te laat bent voor het inschrijven, kan je daarvoor nog inschrijven. Alle informatie is onder deze link hier te vinden, www.ironkidslimburg.nl.